De toekomstige nieuwe korfbalvelden naast Sporthal de Kleine Vink in Nieuwekerk zijn deze weken een egaal vlakke kale vlakte. Oorzaak is een foute levering van kunstgras. Vlak voordat kunstgras gelegd zou worden, bleek er een verkeerde soort geleverd te zijn. Doordat de fabriek in de vakantieperiode niet kan leveren, ligt het werk nu stil. De korfbalvereniging moet voor het begin van het seizoen uitwijken naar andere velden in de regio. Het gaat dan waarschijnlijk alleen om trainingen. Wanneer begin september de eerste wedstrijden gespeeld moeten worden, zouden de velden klaar moeten zijn. De officiële opening, die gepland was voor 31 augustus, is uitgesteld.